Ik kreeg een wonderlijk boekje in handen. Tussen 12 en 17. Tips voor tieners. Van Eberhard Mulan. Mijn vriend Willem vertelde me dat hij dit boekje van zijn vader kreeg toen hij 12 was. Met moeite heeft Willem zich aan het benauwde christelijke milieu van zijn ouders ontworsteld. Hij vertelde over dit boekje waarin allerlei seksuele taboes en leefregels aan kinderen van christelijke ouders worden opgedrongen. En nee, het is niet 1570 of 1950, maar anno nu in Nederland. Opvallend is dat hoe orthodoxer de religieuze leer, hoe meer kinderen er geboren worden. Willem komt uit een godsvruchtig, kinderrijk gezin. Gelovigen planten zich gretig voort om nieuwe gelovigen te creëren. Als er dan eens eentje afvalt, blijven er nog genoeg anderen over. De aanwas van religie geschiet via voortplanting, nauwelijks nog door bekering. Want de geloofwaardigheid van de religieuze narratief en de aantrekkingskracht van de religieuze ge- en verboden zijn voor mensen die er niet in grootgebracht zijn zo goed als afwezig. Heere God, misschien dat u me zo wel verstaat. Heere God, Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u ook vandaag mij weer veilig van school naar huis hebt gebracht. En ik weet het, ik woon naast de school, het is misschien... Had niet zo heel veel kunnen gebeuren, maar toch, Heer, dank u wel dat u over mij waakt en dat ik niet, net zoals Patrick, een ernstig ongeluk heb gehad, die nu in een rolstoel zit. Dat ik gewoon gezond ben, Heer, dank u wel daarvoor. En ik zou u, zoals ik altijd doe, als ik uit school kom weer, een paar dingen willen voorleggen. Ten eerste, Heer... Er zijn een paar kinderen in de klas en u kent ze, want u kent ons allemaal. Hè, Bob en Annelies, Sabine en nog een paar anderen. Maar ze kennen u niet, Heer. Ik wou toch voor hun bidden, want ik zou het zo erg vinden, Heer, als ze dan in de hel komen. En het zijn eigenlijk best aardige kinderen, maar ze kunnen er niks aan doen dat ze u niet kennen. Hun ouders geloven niet, ze kennen u niet. Maar ik weet zeker, als ze u zouden kennen, Heer, dan zouden ze u zeker aanbidden. Dus misschien kunt u ervoor zorgen dat zij ook in de hemel komen. En dan ten tweede had ik nog iets. Ik had nog één klein dingetje tussendoor. Voor ik dat vergeet, zou ik misschien ook kunnen zorgen dat het Nederlands elftal vanavond wint, Heer. En dan nog één ander dingetje, dat vind ik iets moeilijker. En ik hoop dat u het mij vergeeft als ik tijdens het bidden dan even mijn ogen open doe, want dan moet ik even het boekje erbij pakken. Ja, ik heb een boekje gekregen, Heer, van mijn vader. En dat gaat over de leeftijd die ik bijna bereikt heb. En een beetje hoe ik daarmee om moet gaan vanuit uw perspectief, Heer. En ik wil even een stukje aan u voorlezen, want ik weet niet of ik het goed begrijp. En dat gaat het onder een kopje, hoe staat het met de liefde? Of hoe is het met de liefde? En dat gaat over seks. En in dat boekje schrijft, ja, ik denk iemand die u goed kent, Eberhard Mulan. Want die vertelt allemaal dingen over de Bijbel. Maar hij schrijft, God heeft ook het verlangen naar seks in de mens gebracht. Als een man verliefd wordt op een vrouw, wil hij haar na een kennismakingsperiode aanhalen en kussen en wil hij lichamelijk dicht bij haar zijn. Op dezelfde manier zoekt een vrouw bij de man die zij lief heeft en hoogacht
lichamelijke geborgenheid. Met dat gevoel ontwaakt het geslachtelijk verlangen. Ze willen dan allebei het hoogtepunt van hun lichamelijke nabijheid beleven, het geslachtsverkeer, waarbij de man zijn lid in de scheden van de vrouw steekt en beide door beweging van het lid een gevoelsmatig hoogtepunt beleven. En heer, ik vond het een beetje moeilijk en omslachtig geformuleerd, maar ik vroeg me af, is dat nou hetzelfde als wat ik heel graag met juffrouw Kim wil doen? Want die schrijft nog verder, dat dat dan eigenlijk iets is voor binnen de geborgenheid van een door God gesloten huwelijk, voor God gesloten huwelijk. En jonge mensen daar moeten leren wachten. En ik denk dat ik wel kan wachten, heer, maar ik heb nog verder gelezen, onder het kopje zelfbevrediging. En ik lees dat dat ook niet mag. En dat ik daar ver van moet blijven, heer, maar ik vroeg me af, hoe erg is het eigenlijk? Hoe erg is die zonde ten opzichte van diefstal of moord? En toen dacht ik, misschien kunnen we toch een soort afspraak maken dat ik, als ik dat dan heel graag wil doen en me even niet in kan houden, dat u zich dan even bezighoudt met al die oorlogen en ziektes en geweld. En dat u dan even niet op mij let, heer. Dank u wel, in Jezus' naam, amen. Hallo allemaal. Ja. Dit is een afrekening. Een afrekening, dames en heren. Zo. Ja, er werd wel eens gezegd dat als je het een beetje spannend vindt om een praatje te houden, dan moet je het doen als het publiek bloot is. Dat hoef ik niet eens meer aan mijn verbazing over te laten. Gaat dit werken? Ja, dat gaat aardig. Een afrekening, zoals ik al heb gezegd. Ja, nou eigenlijk een afrekening, Floris, die jij al deels voor mij gedaan hebt. Want dat citaat dat ik net had voorgelezen, dat gaat over mij. Ik ben dat jongetje. Nu niet meer trouwens, dus ik ga me even een klein beetje verkleden. Want dan kan de echte serieuze afweging... Afweging? Ja, het is ook een afweging geweest uiteindelijk, dat wel. Maar de afrekening beginnen. Ik hoop dat dit nog goed gaat. Dan vraag ik even een klein beetje geduld van jullie. Ik heb ondertussen namelijk bekeerd tot het ware geloof. Dus niet de islam, Bart. Maar een ander geloof. Het ware geloof. Ik ben erachter gekomen dat de rest allemaal een illusie is. En mede dankzij jou, Floris, maar ik ga straks uitleggen waarom jij daar zo aan hebt bijgedragen. Met jouw essay dat al genoemd is, geen ruk aan. Oh, dat is de verkeerde. Ja, ik moest even een briefje erbij pakken, want hierop staat eigenlijk die afrekening. Oh. Ja, dat maakt voor mijn geloof niet uit hoor, dat is heel vrijblijvend. Dat ik toch iets beter moet oefenen. Of de evolutie had mij een beter hoofd moeten geven. Dat zou, ja. Ja, wat misschien wel leuk is om te vertellen. Maar ja, ik vind het eigenlijk sowieso leuk om te vertellen, want ik ben graag aan het woord. De vraag is of jullie het leuk vinden om aan te horen. Maar ik ben tegenwoordig ben ik ook schrijfdocent, dus ik geef onderwijs in schrijven. En wat wij studenten dan onder andere leren, is om ieder punt, ieder ding wat je schrijft, of het nou een heel boek is of een essay, moet één duidelijk punt maken. Maar dat geldt ook voor losse dingen. Dus een hoofdstuk moet één duidelijk punt maken. Een alinea moet ook één punt maken. En hoe je zo'n alinea dan krachtig over kunt brengen, is door te gebruik te maken van één heldere kernzin aan het begin van die alinea, die de boodschap van die alinea weergeeft. En dan kun je verder wel beargumenteren in de rest van die alinea, maar je begint met één duidelijke kernzin. En Floris doet dat heel goed. Die heeft het essay Geen Ruk aangeschreven over dat boekje waar ik net uit voorlas. En Floris, ja, jij rekent daarmee af in een paar hele mooie kernzinnen. Dus die zou ik willen voordragen. En ik denk dat ik ze ook als voorbeeld voor mijn studenten ga gebruiken.
In het bondige boekje, mooie alliteratie alweer, in het bondige boekje slaagt Mulan erin een anti-humanistische, intolerante, op nonsens gestoelde reeks van geboden op te sommen. Helder, heldere boodschap. Ik kan er bij jou niet omheen dat de boodschap in ieder geval helder is. Tweede citaat. Mulan heeft het wereldbeeld van ongeletterde woestijnherders van 2000 jaar geleden. Het zijn zomaar wat de eerste zinnen van de alinea's die ik eruit geplukt heb. En je geeft ook aan hoe jij het dan wel ziet zitten. In een open samenleving moeten kinderen voor indoctrinatie door hun ouders en leraren behoed worden. Helder. Nog een mooie laatste kernzin. Ik heb medelijden met de jongeren die opgescheept zitten met ouders en leraren die hun kinderen via de mal van religie willen misvormen door hun op waanideeën gebaseerde taboes en schaamte aan te praten en tal van ge- en verboden op te leggen. En dan wil ik nog één complete alinea voordragen, want ik heb mij misschien al een tijdje dat geloof van me afgeworpen, maar Floris, dit essay dat is alweer een tijdje terug gepubliceerd op Liberalis en ik heb het in de maand na publicatie, heb ik het wel een stuk of 7 keer gelezen, omdat het nog steeds therapeutisch werkt. Omdat jij begrijpt dat ook, dat in je geweten nog steeds kan knagen door hoe ik opgevoed ben. En jij beschrijft dat als volgt, dus dat is ergens ook heel troostrijk voor mij geweest. Telkens doet Mulan een beroep op het geweten en hij dreigt dat je een slecht geweten zult hebben als je je niet aan die lange lijst van ge- en verboden houdt. Maar het geweten is grotendeels een sociaal construct. Het is de geïnternaliseerde stem van je omgeving, van je ouders, van de leraren, van de dominee, van Mulan. Het vervelende is dat dat geweten zich in de jonge jaren vormt en dat je, als je met moeite uit het christelijke keurslijf stapt, dat geweten tegen wil en dank nog altijd meedraagt. Dus dat je je nog steeds schaamt, terwijl je niet meer gelooft. Dat aanleren van een vals geweten is de immorele achterlijkheid die kenmerkend is voor geloof en waarvoor totaal misplaatst respect wordt geëist. Mulan benadrukt dat er een eenheid is van christelijk gezin, kerk en christelijke school. Dat betekent dat kinderen die in een dergelijk gezin opgroeien nauwelijks kans hebben om uit de klauwen van Jezus te ontsnappen. Dank je wel daarvoor, Floris. Want het is niet zo gebruikelijk, er wordt inderdaad vaak respect voor geëist. Mensen die dat dan zo beschrijven worden dan eerder als respectloos gezien. En toch die liefdevolle ouders die het allemaal maar goed voor hebben met hun kinderen en dominees, die worden eigenlijk als de goeie gezien. Maar gelukkig is het mogelijk om uit die klauwen te ontsnappen. Dat heb ik denk ik laten zien. En daarom volgt nu de echte afrekening. Ik wil namelijk een fatwa uitspreken. Ja, inderdaad, niet een fatwa, maar een fatwa over deze Eberhard Mulan. En dat richt ik aan jullie als, ga ik vanuit, vrijdenkers. Dus een oproep aan alle vrijdenkers. En ik dacht dat het wel leuk is om tijdens het uitspreken van die fatwa het is een korte fatwa, dus alleen het boekje is ook erg dun. Ik weet niet of het genoeg is, want toen dacht ik misschien dat het net even iets langer brandt, dat we nog een ander boek erbij pakken. En ik zag net dat dus dan kunnen we die ook meteen meenemen. Ik zie mensen toestemmen. De Bijbel ook. Ja, de meest belangrijke heilige boeken. Laten we dat doen. Ik wilde dat doen. Ik moet alleen eerlijk zeggen, ik sprak net hier met mensen van waar we zitten vandaag bij Parnassos. En ik mocht hier binnen geen vuur maken. Dus er is wel een oplossing. Ik dacht, we kunnen even hier naar binnen het centrum van Utrecht in. En dan kunnen we het ook proberen. Maar dat kost dan weer heel veel tijd. Dan moeten we allemaal naar buiten en dan weer naar binnen. Dus ik heb een andere oplossing bedacht. Sorry? Mogen wij dan ook mee? Dan mogen jullie mee, maar het gaat iets te lang duren. Dus ik heb nog een andere oplossing. En ik heb eigenlijk daarvoor 2 vrijwilligers nodig die mij gaan flankeren. En eigenlijk het liefst zou ik het eerst aan Floris willen vragen. Want Floris, ja, voordat je ja zegt. Kijk, dit wordt gefilmd. En wat mij betreft komt het later online te staan. Je noemt jezelf ook naturist, geloof ik. Want nu heb je de kans om echt met de billen bloot te gaan. En in ieder geval te laten zien of je ballen hebt.
Ik heb namelijk eerder iets uitgehaald met een Koran en een Bijbel. En ik weet niet of het goed te zien is, maar het gaat ook om het idee. We hebben de Koran en die staat hier in de brand. Dus als ik die fatwa uitspreek, misschien wel dan... Floris, zou jij naast me willen komen staan en dit vasthouden? Durf je dat? Nee. Nee? Is er iemand die dat wel durft? Ja hoor. Nou, dan mag u naar voren komen. Ja, toch, dat is een kwaad. Nee, ja, ik ben uitgekomen dat je heel wat krijgt. Ik versta de helft, maar u mag in ieder geval dit komen vasthouden. Dan heb ik nog een tweede vrijwilliger nodig. Liefst een vrouw van een jaar of 30 of zo. Nee, dit is de Bijbel, moet ik zien, maar dan als wc-rol. Iemand die aan de andere kant naast mij wil komen staan, ik geef u zo deze. U? Blijf jij, rustig hoor, staan. Ja. Jij. Iemand, één vrijwilliger nodig. Die graag, de Bijbel, durf je dat wel, Floris? Ja, kijk, ja. Ik ben geen vrouw van 30. Nee. Dus jij hoeft niet je telefoonnummer achterop te schrijven. Even kijken dat de camera's het ook nog goed kunnen zien. Misschien kunnen jullie een klein stapje naar achter. Dan blijf ik ook als belangrijk persoon nog even vooraan staan. Ik ben er wel op tegen dat de Koran gebrand wordt. Ja, maar u bent er hartstikke voor. Laat het goed zien aan het publiek, zou ik zeggen. Dan spreek ik mijn fatwa uit over Eberhard Müller. Oh, maar nog één ding. Weten jullie hoe wij... de microfoon hier gaat steeds een beetje... Pastafaris, hoe wij onze gebeden en ook deze fatwa eigenlijk liefst, hoe wij die afsluiten. Weet iemand dat? Wat bij een gebed, een christelijk gebed, hoe sluit je dat af? Ja, en wat zeggen de pastafaris? Ja, ik hoor het hier, ramen inderdaad. Misschien kunnen we dat even oefenen, dus ik spreek het uit. En dan dat jullie met z'n allen aan het einde ramen zeggen. Ja, dus dan zeg ik, omdat we hier toch met vrijdenkers onder elkaar zijn... sluit ik straks af met de woorden in de naam van het vrije woord en het vrije denken. En dan zeggen jullie... Ja, oké, dan doen we nog één keer oefenen. In de naam van het vrije woord en het vrije denken. Ja, fantastisch. Goed, de fatwa is als volgt. Deze Eberhard Müller, een Duitser die nog steeds leeft ergens in Duitsland. Zoals wel meer Duitsers met een mysterieus verleden. Als je hem tegenkomt, ontvoer hem. Neem hem mee naar een ruimte, een kale ruimte. Bind hem vast op een stoel. Pak het boek Recalcitrant erbij. En draag het essay geen ruk aan hem voor. En leg dan even de nadruk op die kernzinnen die ik zojuist ook voorlas. Mocht dat nou je iets te ver gaan, mocht je daar niet de tijd voor hebben of gewoon niet zoveel problemen met justitie willen, dan is het ook voldoende... om, als je hem dan tegenkomt, toe te fluisteren, Eberhard, en dat is ook de laatste zin van Floris' essay, de seksuele ontwikkeling, de vrije seksuele ontwikkeling van anderen, dat gaat jou geen ruk aan. In de naam van het vrije woord en het vrije denken. Ja. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.